vertellen. Welkom bij Doezie Journaal nummer 2. Het is de afgelopen week allemaal gebeurd. Wanneer beginnen we de week? Hier is dan weer uw nieuwslezer, Doezepret. We hadden mooi het gordijn dicht gedaan, maar achter u wat u niet ziet, is Veetje bezig om door het gordijn heen te koekloeren, samen met die. Veer bij je helderje staat. Joe. Joe, ja. Opletten. Veer zit daar. Opletten. U wordt opgenomen. Oh. Goedenavond, welkom bij ons tweede weekjournaal. Yeah. Ja. Op 6 en 7 januari is onze Daisy van Dolle Doezepret gedekt door Zwabberdoes Amigo Teun. Dat er mensen zijn die denken dat wij altijd lachen, giebelen en dat er hier nooit saaie momenten zijn. We zullen jullie even uit de droom halen. Ook in Huize Doebas zijn er saaie momenten. Deze reportage laat u zien hoe. Eén saaie dientje. Achter het gordijn. Slapend. Eén saaie tante Veer. Bij de kachel, slapend. Maar ze houdt de boel wel in de gaten. Eén Mira, slapend. Onder de trap, nauwelijks te zien, ligt Roxy, slapend. Femke, slaapt. Koetsie. Slaapt. Daisy. Slaapt. U ziet. Ook in Huize Doebas kan het saai zijn. Op de terugweg van Teun naar huis kwamen we in de file terecht. Nou, op weg naar huis. Jodie had geen zin om 23 kilometer binnen door te gaan in het donker.
Ik zeg nog zo tegen Jo. Kom in de file terug. Je komt in de file terug. Nee, zegt Jo. Nee, dat is alleen maar 's morgens. We zijn aan de andere kant heen. Nou, jij rijdt. Ja, zegt Jo, ik rijd. Dus zij hier naartoe. Wat zien we daar op een gegeven moment? Ja, wat? Een potje. Ja. Het begon te knipperen. 50 kilometer. Kijk, ze is alweer over. Ik zei, ja hoor. Jo maakt weer een keus. De file. Ik heb toch altijd de verkeerde kassa, hoor. Ja, ook de verkeerde kassa. Maar ik tel er al wat je op is. Maar daar gaan we weer. Yeah. Nou, dit was dan de story van... file meldingen. Kijk, daar gaan we knipperen aan, ja. Nou, 10 checkjes later. We mogen nog steeds maar 50 kilometer rijden. Wees blij dat je 50 kan rijden. Meestal als het 50 staat, sta je stil. Maar veel vooruit, we zijn hier nog maar bij Sliedrecht. Kan je nagaan? Ja, zeg maar Jan, ze hadden we al lang thuis geweest. Nou, echt niet. Ja, echt wel. Ik ga echt niet in dat donker hard rijden, hoor. Nee, dan kan je ook niet hard rijden. Ja, dat hebben we niet hard hoeven te rijden. Nee. Had je wel door kunnen rijden. Vinden jullie de... Oh, het is wel een schitterend gezicht, zo. Al die mooie lampjes. Speciaal voor de Doobas. Speciaal voor de bende van Doobas. Maar ja, de bende is er niet bij, alleen Daisy. Die ligt voor de verandering te slapen. Die ligt zo waar te slapen, die is bekken. Uit Amerika bereikt ons het verzoek. Nee, daar kan ik dus niks van maken. Voor de vrijgezellen Doezen, die ook wel eens een keer wat willen. Kregen wij het volgende filmpje uit Amerika toegestuurd. Yo, I like white bitches, brown bitches, you know, gray, tan, even spotted bitches. I like being in the back seat of a car, panting. All right, I'm gonna be straight up honest, okay? I don't have any testicles. I'm in heat. But I can still have sex. And the best part is, there's no way you're gonna get pregnant with 12 kids. Hi, I'm very active. I'm very into fitness. I wanna run. I'm looking for someone who'll treat me like a princess. I need to be pampered. Frisbee. I love frisbee. I'm just curious. Curiosity never killed anyone, did it? I like it when you tie me up and leave me there, and I don't know when you're gonna come back. Oh, doggy style, bitch. Hell yeah. My idea for a perfect date is for you to take a crap right in front of me, and then I'll smell your ass. Sorry. Look, I'm getting a little desperate. It's been a while. It's embarrassing. Yeah, this is my territory. I stake my ground, you know? So, just think about it, okay? Just give me a call. Dit was het weer. Tot de volgende keer.